Hey, hallo Avops. Hier is Patricia vanuit de vechtenarcade in Noordhoorn. In een warme vechtenarcade. als ik dit opneem, is het buiten, geloof ik, ruim 30 graden. Maar daar zien we allemaal helemaal niks van. Ik heb een set van Bluebrick Special gebouwd. Het is een set die Marco ook al een keer heeft voorgesteld. Dus mochten jullie het interessant vinden, kunnen jullie ook die video een keer gaan kijken. Ik doe hem in het Nederlands vandaag. En het is een ontzettende leuke set. Een set die je ook heel goed kan combineren met andere sets. Het heet Park met Paviljoen. Ik heb het alvast even vertaald. En het is eigenlijk een deel park. Een uitsnede van een stuk. Doordat je hem gaat combineren met andere sets, kan je eigenlijk gewoon een hele stadsdeel, stadspark, kan je bouwen. Er is heel veel te zien. En het lastige is natuurlijk altijd weer met een video van een afstandje. Dus ik ga weer een videootje van dichtbij laten zien. Want het is een nogmaals wat ik zei, het staat vol. Het mooie is wel dat je alle onderdelen die in het park staan, kan je eruit halen. En dat is wel heel erg leuk. Ik ga dus gewoon beginnen met wat de onderdelen die gebruikt zijn of die erin staan, om die even aan jullie te laten zien. Wat er allemaal te zien is. Dan laat ik ook nog even de sets zien waar je ze heel goed mee kon combineren. En we beginnen hier met het paviljoentje. Want die kan je er dus ook gewoon uithalen en er dan dus naast zetten. Dan zal ik even laten zien, want dan hou je dus de hoek over. En het leuke is, je kan dus ook zeggen, nou, ik ga de inrichting dan ook anders doen. Ik wil hem ernaast zetten en ik ga bloemetjes anders neerzetten. Kan je allemaal zelf voor kiezen. Zoals jullie inderdaad al zien, er zijn stenen te zien, groen gras, bloemetjes. Hier is een vogelfonteintje. En hier is wel leuk met een ketting, dus waar het paviljoen dan normaal gesproken achter staat. Dat is dus het paviljoen. Naast het paviljoen staat een bankje met heel grappig een prullenbak. En die vond ik in het begin altijd zo, wat is dat? Dat is een prullenbak. Hier staat er nog één, zijn er twee. Het is echt heel simpel, zo'n modified brick, donkergroen. Gewoon met van die, wat zijn het eigenlijk? Oh, hoe noem je die? Geen idee. Maar ik vind het wel hele coole stenen. Want dat zie je dus ook. De plaat die gebruikt is hieronder is gewoon een 32 bij 32 noppen plaat. 25,5 bij 25,5 centimeter. Is zwart. Doordat je dus deze stenen gebruikt, zie je heel leuk het donkere daaronder. Dus dat is wel eigenlijk wel heel erg grappig gedaan. Dan hadden we de prullenbak. Had ik al gezegd. Paviljoen kan je natuurlijk weer neerzetten. Nou, wat gebeurt er in een paviljoen? Daar wordt muziek gespeeld, daar kan je leuk zitten. Er zitten ook heel leuk bankjes in. En er liggen twee saxofonen in. En ja, Marco vertelt dat dan ook. Ik heb dat even uit Marco's video gepikt. Dat de designer Alex heeft eigenlijk deze set een beetje met inspiratie van de zuidelijke staten in Amerika gebruikt, waar zeg maar een beetje de blues ontwikkeld is. Dat is natuurlijk een beetje tussen New Orleans en Memphis. Daar was heel veel blues. En voor bluesmuziek heb je saxofonen nodig. En trompetten en nog heel veel andere dingen, maar saxofonen. Dus daarom zitten er ook twee saxofonen bij deze set. En dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Dit is dus het paviljoen. Kan je zien, mooi donkergroen. Mooie witte pilaren. Wat ik heel erg, dat vind ik dan weer een heel leuk blokje, zijn deze, ik noem het maar gewoon een soort slagroomtoefjes, zandgroen. Ja, dan zie je dus normaal gesproken, dan denk je, die zijn voor een taart of dat soort dingen. Maar het is echt heel gaaf om dat dan op zo'n paviljoen te zien. Dat maakt het gewoon heel erg leuk en heel erg speels. Ik zet hem weer terug. Het is allemaal met één gedeelte zet je het vast.
Dan hebben wij, en dat is ook wel heel erg leuk, een schaakspel. Dat kennen jullie vast wel. Je hebt soms van die parken van die mega grote schaakspellen, zeg maar bijna levensgroot. En daar kan je dan ook echt mee spelen. Nou heb ik hem denk ik heel goed vastgedrukt. Op zich zit hij maar nogmaals met één nopje vast. En ook dat hebben ze gewoon heel erg grappig gedaan. Nou ben ik heel eerlijk geen schaakkenner. Dus ik weet dat je geloof ik paarden, koning, koningin hebt, torens. Maar hoe het verder werkt allemaal weet ik niet. Maar schijnbaar zijn ze allemaal heel herkenbaar. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Kan het er ook naast zetten. Dan hebben wij in het park ook natuurlijk nog een hele mooie fontein. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel erg cool gemaakt. Ook die kan je er weer uithalen. Kan ik hem ietsje beter laten zien. Het is heel grappig inderdaad. De stenen die ze daarvoor gebruikt hebben. Ook deze hier bovenin. Dat vond ik echt heel creatief bedacht gewoon. Ja, hoe ga je zoiets in elkaar zetten? Dat vond ik ontzettend cool. En wat heel erg leuk is, en dat had Marco ook vermeld. Het water wordt weergegeven met eigenlijk een soortement van satellietschotel in de kleur Translite Blue. Dus dan krijg je echt het idee van hieronder zit het water. Eigenlijk hadden ze hem dan hierbovenin ook nog wel kunnen doen. Misschien een klein blauw blokje iets. Dat is de fontein. Ik ga hem er gewoon lekker naast zetten. Nee, ik zet hem er weer in. Ik zet hem gewoon weer vast. Wat ik ook heel erg gaaf vond waren de lantaarnpalen. Die zijn ook echt heel leuk gemaakt. En die zitten schijnbaar bij andere sets zitten die er ook. Dus dan krijg je ook een beetje het straatbeeld krijg je terug in andere sets. Dus dat is wel heel erg gaaf gedaan. Dan ga ik ga jullie eerst zeggen hoeveel stenen. 997, dus kleine 1000 stenen. Kost 34,95. Ik ga hem even aan de kant zetten. Want dan ga ik even een paar sets laten zien die je heel leuk erbij kan combineren. Wat ik trouwens nog niet heb gezegd bij deze set, en dat is wel grappig. Doordat je dus gaat combineren, heb je hier, als je hier iets naast zet, heb je natuurlijk een vlakke wand. Hiervoor bijvoorbeeld kan je zien, dat steekt uit. Dan hebben ze dat hier aan de binnenkant gedaan. Je kan dit natuurlijk ook, het geheel kan je omdraaien, zodat aan de buitenkant hier deze stenen komen te zitten. Maar ja, dan kan je er dus weer niks tegen aanzetten. Dus het zijn echt sets die heel erg goed, waar je zelf heel erg creatief mee kan zijn en dingen kan verzinnen. Trouwens, dit vond ik trouwens ook een heel grappig iets. Dat zijn een soort doodshoofdjes idee. Alsof dat van een soort piratenset of zoiets is gebruikt. Ik heb echt geen idee. Misschien zeg ik het ook helemaal verkeerd. Maar daar vond ik het heel erg op lijken. Ik vond het wel heel erg grappig. Dat is dan de ingang van het park. Maar we gingen naar de andere sets. Deze set hoort daar natuurlijk echt duidelijk bij. Dat is de Park Zee met Brücken. Daar hebben we dus ook de lantaarnpalen, kan je zien. Daar is inderdaad een heel leuk vijvertje te zien. Een bruggetje eroverheen. Een stukje straat ook met een lantaarnpaal en een boom. Dus veel groen. Die bestaat uit 706 delen en kost 29,95. En dan kan je dat natuurlijk ook heel leuk gaan combineren met gebouwen. En dan laat ik eerst even deze zien. Oh, die is wel heel erg zwaar. Dat is het politiestation. Het klassische politiestation. Dat is wel een heel redelijk groot gebouw hoor. Marco laat het in de video ook zien dat, dat je het paviljoen hebt. Dan heb je het politiebureau en dan heb je nog het andere deelpark. En dat is wel heel erg leuk om te combineren. Dit is wel een wat grotere set. 2230 delen. Degene die denken van, nou ja, is leuk zo'n plaatje. Maar gewoon even googlen. Dan even op YouTube kijken. Dan kan je zien hoe die set in het echt eruit ziet. Kost 99,95. Dat is een mooi lichtblauwe gebouw. Want naast dat gebouw hoort natuurlijk de parkeerplaats. Dus die kan je dan ook nog weer extra erbij kopen om het geheel uit te breiden. Dat is 499 stenen, kost 29,95.
En zo hebben we best wel heel veel sets. Ik zag nog een set bij ons staan in de winkel. Waarvan ik dacht, oh, die kan je misschien ook nog wel leuk bij combineren. En dat is gewoon echt het leuke. Waardoor je echt, je kan dingen veranderen. Je kan op een gegeven moment zeggen, nou, ik koop meerdere van die paviljoens. Ik ga die muur weghalen. Ik ga het groter maken. Het is allemaal mogelijk. Want jullie weten, noppenstenen kan je nooit genoeg hebben. Volgende keer meer en heel veel plezier weer bij het bouwen. Groetjes, Patricia.